Hallo allemaal, ik ben Maria van Maria's Design en ik wil jullie graag laten zien hoe ik deze kaart heb gemaakt. Het is met de nieuwste stempels van Lavinia, het laatste release. Dat is de Sun Bloom Collection, als ik het zo goed heb. Prachtige mooie serie over bloemetjes en bijtjes en nou ja, en alles wat ons maar boeit, zeggen ze dan maar weer. Maar ik vind het echt een hele prachtige serie en ik heb deze kaarten meegemaakt en die wil ik graag samen met jullie nog een keer maken. Ik gebruik, zoals jullie misschien weten, bijna altijd een grote basiskaart van 20 bij 20 centimeter. Ik vind dat gewoon zelf heel prettig. Ik mag graag wat ruimte hebben op mijn kaarten en in principe maak ik mijn kaarten eigenlijk altijd wel behoorlijk vol. Ik vind hem hier echt meevallen. En nou ja, dat gaan we dus vandaag doen. Dus deze leggen we even aan de kant. Dus we hebben een basiskaart van 20 bij 20. Daar heb ik een topper voor. Van, dan moet ik even op mijn spiekleesje kijken. Van 16,6 breed. En 17,5, ik zal hem even een beetje hoger houden. Dus 16,6 horizontaal en 17,5 verticaal. Ik laat hem eerst heel. Dus deze basiskaart leggen we ook even aan de kant. Die daar even onder. De topper, wat ik dus net zei, de afmetingen, die laat ik eerst heel. Want we gaan hem eerst bewerken. En dat is makkelijker als alles nog aan elkaar zit. En daarna gaan we hem snijden op één strook van 4,8. Dan een strook van 7 centimeter. En dan nog één van 4,8. Dat blijft er dan over. Vervolgens gaan we dat matten op in dit geval 3 strookjes bruine kaartstok. En die hebben een afmeting van deze twee zijn 5,3. En deze is 7,3. Dus dan weten jullie dat ook weer. Nou zit ik net, nou ja, dat zien we straks wel. Volgens mij moet ik dan deze iets korter maken. Als ik het goed heb, dan komt er onder. Oh nee, er komt wel een randje onder. Nee, had ik het wel goed berekend. Kom door de warmte. Het is hier ook zo bloedje heet. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar het loopt hier tegen de 30 graden zo langzamerhand. Gelukkig nog niet in mijn hobbykamer, want anders had ik hier niet gezeten. Maar ja, ik wou dit ook graag voor jullie opnemen, dus vandaar. Dus deze gebruiken we straks. Die gaan we bewerken met Distress Inkt, de Vintage Photo, de Peeled Paint. En ik heb een oranje kleur genomen, de Spice Marmalade. Dus die zetten we daar even aan de kant. Ik ga stempelen met Versa Fine Clair, de Fallen Leaves. Zetten we ook aan de kant. We hebben daarbij nodig een sproeiflesje met water. We hebben nodig om de kleine bijtjes straks te stempelen. Nou ja, ik gebruik 2 kleine acrylblokjes plus mijn stempelhulp. De stempels is deze mooie bloem. Ik vind ze echt prachtig. En dat is de Flower Divine 2. Dat is de Lavinia 902. Dan hebben we de set. De Flower Divine set 903. We hebben de mooie grote bijen. Prachtig. Dat is Bumble en Ham 892. We hebben de groep met bijen. Dat is Bumble Hums 893. En we hebben de tekst. Bumble Words. Daarbij gebruik ik ook de stencil van Lavinia.
de mooie honingraad stencil. En dat is de Honeycomb 043. Dan krijg je een hele mooie honingraad. Krijg je dan op je werk. Afwerken doe ik met Nuvo Crystal Drops, de Simply White, de Wink of Stella Transparant en een witte gelpen. Nou ja, meestal stip ik de oogjes nog eens extra wat aan. En inkleuren van de stempels doe ik in dit geval met de Sweet Poppy. En nou vind ik het jammer dat bij deze markers er geen namen op staan en ook niet genummerd. Dus ik heb ze zelf genummerd, maar aangezien dit de tweede set is, elke set bestaat uit 24, ben ik begonnen hier met 25, van de eerste set heb ik ook. En dan vind ik het makkelijker. Ik heb de set zoals die nu in mijn doosje zit, heb ik met kleuren al op de foto gezet. Dus mochten jullie ook zo'n set hebben en je legt de pennen in volgorde van mijn kleuren zo precies in je doos, dan weet je precies welke kleuren ik heb gebruikt. Ik heb hiervoor nodig een gele, een oranje, een rode, dan moet ik eventjes spieken, en een groene. Wat is mijn groene? Deze. Dus in mijn geval is dat, dan zal ik even de nummers opzoeken, 28, 29, 32 en 48. Maar nogmaals, zo heb ik ze genummerd in mijn verpakking. Maar ik zal de foto even bij dit bericht zetten, zodat jullie ook kunnen zien in wat voor volgorde ik mijn markers in mijn box heb zitten. Anders dan zal ik het ook niet weten, want het is gewoon jammer dat ze dat niet hebben genummerd. Maar goed, ja, het is even niet anders. Dus dan moeten we zelf maar een beetje creatief zijn. Oké, dus dat is dat. Wat we dan nog meer nodig hebben is onze heat tool. Gaat het wat sneller. En onze stempelhulp. Maar die laat ik jullie straks zien. Maar goed, iedereen weet wel wat een stempelhulp is. Ik pak wel even mijn, mijn inktblaadje. Dat is gewoon een A4 gelamineerd. Want ik vind het altijd zo zonde dat er op mijn mooie Lavinia mat komt. Dus ik ben er altijd een beetje zuinig op. En we beginnen als volgt. Even mijn stiften, mijn markers aan de kant. Ik zet inkt af op mijn sheet. En ik begin met de lichtste kleur, in dit geval de oranje. En ik ga het enigszins nat sprayen. Je kunt ook alle drie de kleuren tegelijk doen. Maar ik vind het mooi worden wanneer je ze apart doet. Geen dopje erop. En ik moet even een velletje keukenrol. Dat had ik ook nog wel even kunnen pakken van tevoren. Dat is net een nieuwe rol. Hoppakee. Nou, voor sommigen van ons dan is de vakantietijd al aangebroken. Ik mag nog 3 weekjes. En daarna heb ik lekker vakantie. Dus dan hebben we alle tijd om te hobbyen. Dat heb ik nu ook wel. Ik neem daar gewoon de tijd voor. Oké. Kijk, zien jullie? Dan gaan we dat papier er gewoon indrukken. Je kunt ook wat slepen. Dat ligt er net aan wat je zelf wilt. Je kunt eventueel nog wat sproeien, maar eigenlijk vind ik het wel even goed zo, denk ik. Zo. Gaan we hem zo even drogen, maar even dit schoonmaken. Mochten jullie vragen hebben naar aanleiding van deze video, dan stel ze gerust. Kun je nagaan wat een prachtig mooi pigment. Ze zeggen van het is oranje. Maar ja, ik vind hem ook veel meer neigen naar geel. Zo, gaan we het eerst even drogen.
En anders dan lopen me de kleuren te veel in elkaar. En dan krijg je zo'n modderkleur. Dus Tim Holtz die zegt altijd, na elke laag even drogen. Je kunt net zoveel lagen aanbrengen wat je wilt. Maar maak hem tussendoor steeds even droog. Nou, dan hebben we daar zo'n bultje. Dat gaan we even zo doen. Oké. De volgende kleur. Dan pakken we groen. De Peeled Paint. Ik ben een hele poos ben ik bezig geweest met mijn Distress. Altijd Distress Oxide. Heel veel Distress Oxide. En ik heb nu zoiets. Dat gaan we nu eens een keer anders doen. We gaan eens een keer aan de slag met onze gewone Distress. Het is altijd wel een vieze vingerkarweitje dit. Maar ik heb daar totaal geen moeite mee. Ik vind het heerlijk. Nou, eigenlijk vind ik hem zo erg groen. Als ik eerlijk ben. Maar goed. Dat kan altijd nog weer veranderen. Ook even weer drogen. En wat we kunnen doen als hij te groen lijkt. We gaan gewoon even deppen. En dan moet hij even weer drogen. Nou, met zo'n föhn aan wordt het hier natuurlijk nog warmer. Maar dat mag de pret niet drukken. Het is hierboven nog te doen, maar je moet niet buiten komen, want ja, ik kan er nooit zo goed tegen. Ik vind zon en zomer prima. Maar wanneer het hier boven de 25 graden komt, dan haak ik een beetje af. Maar goed, dat maakt niet uit. Ieder zijn dingetje. Nou doen we de bruine en dat is de Vintage Photo. Dus ik heb niet de allerbruinste gepakt. Walnut Stain of die Espresso gebeuren. Even kijken wat dit op gaat leveren. Nou. En je mag ook rustig een paar witte vlekken houden. Het hoeft niet allemaal vol te zitten met inkt. Nu is deze natuurlijk wel erg vol. Maar ik denk dat ik hem zo laat. En zo vind ik het eigenlijk prima. Dan ga ik hem goed drogen. Dan zie ik net dat mijn batterij van mijn wekkertje. Die doet het even niet. Die is leeg. En dat is niet erg. Maar dan heb ik even geen idee hoe lang dat ik straks bezig ben. Maar goed, we maken de kaart gewoon af. En als het jullie te lang duurt, dan zeg ik, dan scroll je maar even door. Dat is ook niet zo'n probleem. Ik had er wel natuurlijk veel dingetjes voorbereid, want anders dan duurt zo'n video altijd erg lang. Maar het verveelt mij nooit. Ik mag er heel graag naar kijken. Ik mag het ook zelf heel graag doen. Oké, nou, dat is dat. Die even aan de kant. Ja. Nou, pakken wij onze honingraad. Nou moet ik even voor de zekerheid kijken hoe ik die gebruik. Van dit moet gewoon 17,5 centimeter blijven. Ja, heb ik de goede te pakken. En wat ik voor de zekerheid even doe, is ik zet hier even een pijltje. Die kant boven. Dan hoef ik niet steeds alles na te meten. Honingraad erop. Mijn kwasten. Dit is voor de bruine. En we hadden nog de oranje. Die zet ik ook nog een beetje aan. De groene. Nou, er zit groen genoeg op. Even kijken. Of ik pak... Nee, ik doe het nog even anders. Dat
Hadden we niet afgesproken, maar ik doe het wel. Ik pak even de Sundance van Lavinia erbij. Want die is iets geler. Want ik denk als ik nu de Spice Marmalade hierop afzet, dan wordt die wel erg oranje, denk ik. Even vastzetten. Goed vastzetten. Goed vasthouden. En dan gaan we gewoon willekeurig nog wat plekken meer voorzien van geel. Misschien ben ik nu even iets buiten beeld. Ik zal hem even weer opschuiven. Oké. Dat is die. Ja, daar zie je niet veel van, maar dat maakt niet uit. We gaan over naar de bruine. De Vintage Photo. Moet ik even mijn vakjes weer opzoeken. Dat komt omdat je die kaart natuurlijk eerst hebt nat gemaakt en dan weer verwarmd. Dan trekt hij een beetje bol. De honingraad. Dat is dan super mooi dat al die dingen weer terugkomen. Of terugkomen wat je kunt gebruiken weer bij de nieuwe release. En deze stencil is er al een poosje. En ja, dan kun je hem mooi gebruiken nu met de bijtjes. Ik vind het heel mooi combineren op deze manier. Ik zal ook de link zetten onder de video wat ik allemaal heb gebruikt. En nou ja, zoals jullie weten maak ik dit voor Margot, webshop Margot. Dus jullie kunnen alles weer terugvinden in de webshop. Volgens mij kan het in het midden nog wel een beetje hebben. En daar nog een beetje meer aanzetten. Mijn originele kaart had ik eerst in heb ik die eerst in 3 stroken gesneden. Ja, volgens mij wel. En toen bewerkt. Maar dit vind ik toch handiger. Boven in de hoek. Kan ook nog een beetje meer worden aangezet. Nou, ik vind hem eigenlijk wel goed zo. We gaan er niet meer aan doen. En ook al maak je 10 van deze kaarten, ze zijn net allemaal even weer anders. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dus ik moet zorgen dat ik hem zo houd. En nu ga ik hem dus in strookjes snijden, wat we net hadden gezegd. Ik moet even mijn inkpad aan de kant. Sorry jongens dat ik even in beeld zit zo met dat ding. Het is nogal een gevaarte. Het zal er net buiten vallen, maar ik begin aan deze kant van, dat is een breedte van 4,8. Dus 4,8. 1. En dan zet ik even op de elletje van aan de linkerkant. Want ik wil graag het patroon wel laten doorlopen. Vervolgens pak ik een stuk van 7 centimeter. Hier zet ik op van de M midden. En de andere stuk is dan precies even breed als de linkerkant. En dit wordt de rechterkant. Dus dat is weer klaar. Kan de snijmachine ook weer weg. En dan pakken wij onze stempelhulp erbij. Onze stempelhulp. Daar heb ik nog de hele mooie kolibri in zitten. Maar dat is de volgende video die ik voor jullie ga opnemen.
Dus dat wordt vervolgd. Die halen we er even uit. Dan moet ik even erom denken waar ik hem neerleg. Ik denk dat ik hem beter even op een blok kan plakken. Want ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar meestal ben ik dat spul heel snel kwijt. En dan bijt het me in mijn neus, maar dan zie ik het niet. Maar goed, we gaan eerst de middenstrook stempelen. Die naar boven. Oh, hoe ga ik dit nou doen? Wacht even. Oh ja, staat er zo op. Ja, komt goed. Nu leg ik hem een beetje hoog neer, want er zijn wat lange stelen zitten eraan. En ik wil die steel eigenlijk van die bloem helemaal laten overlopen. Over de kaart. Oké. Dan gaan we eerst deze stempelen. Zo. Ik gebruik mijn sheets altijd, waar hier stempels op zitten, om mijn stempels te positioneren. En nou wil ik hem ongeveer een beetje in de hoogte daar. Daarna leg ik mijn stempel erop. En dan hoef ik alleen maar de deksel dicht te doen, mits die netjes blijft liggen. Die hem aan de kant. En dan gaan we stempelen. Ik zal het een beetje hoog neerleggen. Niet vergeten, had ik laatst ook, om het sheetje eraf te halen. Ik denk wel wat die stempel smerig. Ja, dat is ook geen wonder. Als je sheet er nog op zit. Ja, daar wordt het er niet beter van. Maar vooruit. Ik stempel met Verse van Claire de Fallen Leaves. Dat is een keer iets anders, de bruine kleur, dan iedere keer maar met zwart. En ik vond zwart is leuk, maar niet echt passend bij deze kleuren. Dus ik denk, we hebben ook nog de bruine. Oké. Die doen we voorzichtig dicht. En dat wil niet zo, want mijn magneten zitten net op het randje. Nu kan het wel. Een beetje naar boven. Die hebben we straks nodig. Zo. Nou, hij is, in principe is hij mooi scherp. Maar eigenlijk wil ik hem nog een keer stempelen, zodat hij nog meer naar voren komt. Wanneer je stempelt, en vooral met deze stempels van Lavinia, wanneer je stempel beïnkt, ga niet ontzettend zitten rammen met die stempel inkpad, met die inkpad. Want je gooit alle details dicht met inkt. En dat komt niet ten goede van je afdruk. Dus gewoon kleine tipjes. Je kan beter nou, 3 keer bijvoorbeeld je stempel beïnkten. Dan 1 keer alles er helemaal onder smeren. Kijk, zie je? Nou kun je ook al zien dat hij duidelijker is. Dat hij meer naar voren komt. Ik vind hem 2 keer genoeg. Maak hem wel direct schoon. Want dit is permanente inkt. En aangezien ik nog altijd heel zuinig ben op mijn stempeltjes, gaan we dat direct eventjes weer schoonpoetsen. Ik gebruik daarvoor een hele simpele, ja wat is het, een soort zeempje lijkt het wel. Heb ik die hier nog, dat ik jullie die kan laten zien. Ja, die heb ik nog. En die heb ik gekocht, en dat mag misschien geen reclame maken, maar bij de Vibra. €1,09, kost geen bal. En je kunt er 4 stukken van knippen. En ik heb nog steeds maar mijn eerste 2 stukjes in gebruik. Dus ideaal. Ik gebruikte altijd billendoekjes. Nou, daar koop je het apenzuur in die dingen. En beviel mij ook altijd heel goed. Maar sinds ik dit heb ontdekt, of die tip heb gekregen, zo moet ik het eigenlijk zeggen, gebruik ik die ervoor.
En had ik altijd wel billendoekjes waarbij waar geen alcohol in zat. Want dat is natuurlijk finish voor je stempels. Nou, deze ruimen we direct even weer op. En dan gaan we de andere twee stempelen. Dus deze kan eraf. Die is heel mooi geworden. Komt hier straks nog komen wat bijtjes en een tekst. Die leggen we even aan de kant. En dan moeten we even zien, want dit is de rechterkant. Dan doen we eerst even de linkerkant. Ook die leg ik weer een beetje hoog neer. Even vastzetten. En dan, het zijn maar smalle strookjes, maar ja, je kunt hem aan elkaar laten als je dat prettiger vindt. Maar als ik het zoals ik het nu doe en ik heb ze gesneden, dan heb ik ook een beetje meer zicht op waar ik de bloem moet gaan afdrukken. En anders dan zit ik misschien net te ver naar links of te ver naar rechts of nou ja, noem maar op. Je hebt hierbij twee verschillende bloemen. Aangezien ik deze in het groot heb gestempeld, doe ik niet die, maar ik pak deze ernaast. Dan heb je een grote, mooie grote bloem in het midden en twee kleinere, maar dan net even iets anders. Dus ik pak deze bloem. Staan er nog namen? Nee, het is gewoon een set. Nee, er staan geen namen op. Zo. Die wil ik iets lager, want anders heb je alle bloemen op de hoogte, op dezelfde hoogte. Kijk, en dat bedoel ik dus met die strookjes. Nu kan ik hem mooi in het midden leggen. Nou zien jullie dat het steeltje net niet onder over de rand komt, maar dat lossen we straks weer op. Ik klap hem weer dicht. Ik haal mijn deksel er even uit. Ik vind dit een super handige stempelhulp. En vooral omdat ik dan die deksel er even uit kan halen, af kan halen. Nou, lichtjes weer beinkten. Dekseltje er weer in. Huppakee, daar gaan we weer. Oké. Nou, dat gaan we dus nog een keer doen. Omdat ik hem weer duidelijk naar voren wil hebben. Nog maar een keer. Oké. Nou, nou is die perfect. Vervolgens moeten we natuurlijk ook de rechterkant. Dat doe ik als volgt. Ik laat deze liggen. Ik pak even de twee onderste magneten. Maak ik los en ik leg de tweede kaart leg ik er losjes over. Magneten weer vast. Even vasthouden. Kijk, dan hoef ik mijn stempel niet te verplaatsen. En dan weet ik zeker dat hij goed zit. Je kon hem ook in een hoek leggen. Kan altijd, wat wel niet kan. Maar ik heb het maar zo opgelost. Dat is geen... ding zo veranderlijk als de mensen, of hoe zeggen ze dat ook. Daar zit een inktvlek. Oké. Nou, dan gaan we weer. De laatste. Oké. Nog een keertje. Zo. Nou zit er nog weer een inktvlekje. Ja. Dekseltje weer dicht. En geef ook even de tijd hè, dat de inkt in je papier trekt. Ik heb jullie in de inkt verteld wat ik voor papier had. Als stopkaart. Dat is van Florence. Dat is de watercolor. Wit. Even kijken, ik heb een hele dikke pakket aangeschaft. Valt me hier alles om natuurlijk, dus altijd zo.
Maar ik laat jullie hem even zien. Nou, kom op jongen. Zo. Nou, blijf staan. Dat is dus deze. Kunnen jullie het zien met de glinstering? Dat is A4 Smooth White. En dat is met een licht, heel licht structuurtje. En het is hoeveel grams? Volgens mij zal het wel 300 gram zijn. Als ik het goed heb. Kan het, ja, 300 gram staat er ook op. Tuurlijk. En zoals jullie zagen kan het heel veel water aan. Maar goed, het werkt natuurlijk met de dingen die je thuis hebt. En heb je een andere merken aquarelpapier, nou, dan gebruik je dat gewoon. Gewoon proberen. Als het niks wordt, dan denk je, ja, dat is jammer. Het is jammer misschien van je tijd, maar het is maar een stukje papier. Begin je gewoon weer opnieuw. Nou, we hebben de bloemen gestempeld. Even mijn bloemen weer op zijn plek. Zo. Even weer in het zakje. En als ik dat niet direct doe, nogmaals. Ik heb me soms al wild lopen zoeken om bepaalde stempels. En dan kon ik niks weer vinden. En dan en vooral die hele kleintjes. Hè, dat is helemaal een ramp. Want die blijven overal onder en achter plakken. Dus met het gevolg dat ik tegen Mago zei van, nou ja, jammer. Maar ik schaf ze toch wel weer aan. En dan heb je net nieuw gekocht. En dan vind je de oude weer. Zo werkt dat. Nou, stempelhulp kan aan de kant. Zo. Links. Rechts. Midden. Nou, zover zijn we. Had ik jullie gezegd dat we dit nog moesten gaan oplossen? Die onderkantjes. Waar heb ik mijn marker? Wij pakken een watervaste fineliner. Nou is dit wel een zwarte, maar goed, dat zie je niet op de kaart en aan het steeltje. En dan gaan we dat steeltje gewoon doortrekken. En niemand die dat ziet. Nou, en jullie vertellen het niet, dus dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Die nog even doortrekken. Maar weet je, anders dan krijg je van die zweverige stempels en die hebben dan geen ondergrond. Kijk, en nu hebben ze grond onder hun steeltje. Hoppakee. Vervolgens de bijtjes. De bloemetjes en de bijtjes. Doen we eerst de grote. Zo. En dan moeten we even een, want ik heb op die andere heb ik natuurlijk net mijn, hoe heet dat? Nou, dan moet hij er maar even weer af. Mijn kolibri gezet, maar ik heb hem toch even nodig. Nu is dit een groep bijtjes en ik wil dus niet die groep in één keer. Dus ik pak, even kijken hoe ik ze stempel. Staan ze op de kop. Zo moeten ze. Ik pak van de groep bijtjes. Zo zal ik jullie dat even laten zien. Eerst 4 en dan de 3 nog iets hoger. Dus dan moet ik hem even omdraaien. En dan moet ik eerst deze 4 beïnkten. Je komt geheid natuurlijk met je stempel, met je inkpad. Kom je op de andere bijtjes wat je niet wilt. Maar goed, neem daar goed je tijd voor. Pak je doekje erbij en wat jij niet wilde wat direct afgestempeld wordt, haal je de inkt weg. Nou, zeg ik, en als je dat even rustig aan doet, dan komt het allemaal voor elkaar. Nou, deze stempel ik wel zonder stempelhulp. Ik hoop dat dat dan lukt. Daar doen we de 4. Dat je soms met je acrylblokken geen duidelijk scherpe afbeelding krijgt.
Dat komt vaak doordat je je stempel, de grootte van je stempel, niet goed aanpast bij de grootte van je acrylblok. Als ik dus op deze acrylblok één klein bijtje doe en die plaats ik in het midden en je drukt hem af, dan heb je kans dat je blok gaat wiebelen. Daardoor wordt je afbeelding onscherp. Dus pas altijd de grootte van je acrylblok aan bij de stempel wat je wilt afdrukken. Mocht je natuurlijk meerdere acrylblokken hebben. Als je ze niet hebt, ja, dan houdt het op. En ondanks dat ik inderdaad een stempelhulp heb, doe ik niet alles met mijn stempelhulp. Wel veel, maar niet alles. Even het inkt laten intrekken. Hebben we ook. Oké. Die kan er weer af. Ik leg ze meestal dan eventjes weer met de F-kant naar boven. En daar leg ik mijn bijtjes op. Even kijken hoor. Zo moeten mijn bijtjes. En maar weer in het zakje. Oké, dan gaan we naar de grotere bijen. Die daaronder. Dus deze leggen we aan de kant. Oh nee, daar kan mijn kolibri weer op. Kom jongen, deze kan wat. Nou, laat me vallen. Volgende blok. Dus dit is de stempel Bumble en Hum 892. Nou, je hebt twee bijtjes. De een kijkt naar rechts en de andere kijkt naar links. Dus ja, het is vrij duidelijk hoe we die gaan gebruiken. Deze leggen we even hier neer. Pakken we eerst de linkerkant. Pak ik het bijtje wat naar rechts kijkt. Steeds de neiging om wat laag te gaan zitten. Ik wil hem ietsjes draaien. Daar. Kijk, doordat je blokje wat kleiner is en je stempel natuurlijk ook, heb je ook minder kans op wiebelen. Ik zeg niet dat het niet helemaal niet gebeurt, maar je acrylblok ligt nu vaster. En dat is die. Nou. Die kan daar weer op. Die pakken we bij nummer 2. Even aan de kant. Zo. Pakken we de rechterstrook. En dan zetten we hier ook een bijtje neer. Dan wil ik even kijken naar de hoogte. Want ik wil ze niet eigenlijk op dezelfde hoogte. Ik leg hem even scheef neer. Nou, ik heb niet heel veel speling, maar daar maar. Even weer goed vasthouden. Oké. Nou, er zit niet veel ruimteverschil tussen, maar het kan ermee door. Beetje weer opruimen. En dan op naar de volgende ronde. Zo.
Nou, dat hebben we ook gehad. Blokje kan aan de kant. Nee, nou ja, heb ik straks wel weer. Want die heb ik straks nog nodig voor de tekst. Maar dat is van latere zorg. Dus wat we nu hebben is dit. Vervolgens gaan we nu inkleuren. Ik heb de markers al. En we hebben deze kleuren markers. Een gele, een oranje, een rode en een groene voor de bloemen. En ik begin ook de kleuren van licht naar donker. Deze twee leggen we even weer aan de kant. En hier gaan we mee kleuren. Nou hoop ik niet dat ik met mijn hoofd in beeld zit. Maar normaal kleur je natuurlijk... Zet mijn bril er al bij af. Maar normaal kleur je natuurlijk dichterbij. Dichter op je werk, laat ik zo zeggen. Maar goed, het moet maar even zo. Sweet Poppy markers, pens kun je in principe heel mooi blenden. Dat kan ook met de zichtmarkers. Dat ligt er net aan wat je in huis hebt. Ik zal eerst even één blad voordoen voor jullie. Geel heb ik dus het hele middenblad mee gekleurd. Nu zien jullie hier stipjes zitten, dus dat is meestal bedoeld als schaduw. Dus die laat ik ook een beetje zo. Dat komt de oranje erover. En als laatst komt nog een heel klein stukje het rode erover. Dan bak ik de gele weer terug. En ik ga het nog even blenden met elkaar. Oké. Vervolgens doen we de blaadjes wat ernaast zit. En zo kun je je bloem heel mooi opbouwen. Nu heb ik dat in deze kleuren gedaan, maar je kunt natuurlijk elke kleur gebruiken wat je hebt of wat je leuk vindt. Maakt niet uit, alleen ik vind bij bijen vind ik altijd geel een hele mooie kleur. Dat hoort gewoon bij bijen. En, nou ja, zoals jullie van mijn creaties weten, werk ik heel veel met blauw en groen. En ik heb hier wel wat groen bij gebruikt. Maar dat is dus niet hoofdzakelijk de kleur. Dus het is misschien ook wel een keer goed om uit je comfortzone te gaan. Omdat ik toch altijd geneigd ben om steeds weer mijn vaste favoriete kleuren te gebruiken. Maar dit is ook wel een keer goed. Oké, dan moet ik even kijken. Nou ga ik deze direct in het oranje zetten. Dus de zijblaadjes, de kromme blaadjes, bedenk het maar. En dan spreekt het er wat meer uit. Ik hoop dat ik goed in beeld blijf voor jullie. Het is toch altijd moeilijk als je in kleuren bent om ook direct te gaan praten. Ik heb normaal geen moeite met praten, maar in dit geval... En dan dat stukje hierbovenop, dat gaan we nog eventjes weer met groen. En zo laat je dan de groene kleur ook nog even weer terugkomen. En dat is groen. En ik denk dat ik hier onderin nog een heel klein stukje rood zet. Nou, we zijn nu toch bezig. In het kader, we zijn er nu toch. Doen we ook direct de bijtjes. Het lijfje, de streepjes wat erop zit in het geel. Je zou het niet zo goed zien, omdat er natuurlijk ook al een bewerkte achtergrond is. En ik heb het bij mijn andere kaart niet gedaan, omdat ik het niet zo gauw kon vinden. Maar je kunt het natuurlijk nog de bijtjes afwerken met Glossy Accents. En dat geeft ook een heel mooi effect.
En de vleugeltjes, die kleur had ik nog niet gepakt, maar dat gaan we in heel licht blauw doen. Ik heb de lijfjes heb ik in zoverre gekleurd met geel. Oh, sorry. En ik ga dit een heel klein beetje aanzetten met oranje. Dan is het toch net of er een beetje glans op zo'n lijfje zit. En je kan er ook met de wink of stellen over. Dat heb ik volgens mij wel gedaan. Zo. Deze. Dan pak ik nog even, waar heb ik mijn dingen gelaten? Dat is Z2. Even de blauwe kleur. Ik weet niet of die hierin zit. Ja. Nou, dat is dus bij mij, zoals ik ze op volgorde heb liggen, nummer 39. En dat is een beetje dat baby blue-achtige kleur. En daar ga ik even heel licht de vleugeltjes mee doen. Zo. Normaal kleur ik altijd en dan heb ik mijn bril af. Maar dan zit ik er ook met mijn neus bovenop. Als ik nu mijn bril af doe, dan komt het vleugeltje niet op de plaats waar ik het moet kleuren. Nou, dus we moeten maar eventjes een beetje behelpen. Deze is zover klaar, die leggen we aan de kant. Dan gaan we deze twee doen, de rechter en de linker. Deze bloemen die ga ik precies hetzelfde inkleuren. Ook weer met de gele. Even kijken, deze grote maar eerst. Zo. Dan moet even kijken hoor jongens, want anders zie ik het niet echt. Oh ja. Dan kleur ik straks dingen wat niet moet. Zo. Deze ook. Nou, het begint hier langzamerhand ook lekker broeierig te worden. Maar goed, even stug volhouden. En buiten is het met ook te warm, dus ik blijf mooi binnen. Aan de ene kant wel jammer, maar tegen de avond koelt het wel weer wat af. Zo, dat is de gele kleur. Direct maar even bij de bijtjes langs. Okay, je kunt natuurlijk ook eerst stempelen en dan de achtergrond bewerken. Dat je de bloemen met vloeibaar gum gaat afdekken. Maar nou, dat vind ik voor zo'n videoopname vind ik dat een beetje te veel van het goede. Dan moet je zo lang wachten voordat het spul eens een keer droog is. Nou, dan gaan we een beetje oranje. Dus ik heb voor deze optie gekozen. En dat gaat ook prima. Oh, andere kant natuurlijk ook. Er was nog twee bloemen. Nou. Een beetje rood. Het hoeft heus niet zo precies, hè? Jullie zien wel dat ik er ook niet echt doe. Nou.
En nu hebben we nog een groene. En dan zit hier nog een klein stukje. Ik vind het zelf leuk om de kleuren weer terug te laten komen. Dan krijg je ook een mooier geheel, vind ik zelf. Dan is alles wat meer in balans. Nou, ik vind hem eigenlijk wel goed zo. Dan moeten we nog even met de oranje terug naar de bijtjes. En zo nog even de vleugeltjes. Ik kreeg een vraag van menigeen hoe ik de honingkorf, de bijenkorf, had getekend, gemaakt. Menigeen dacht dat dat dus een stempel was. Nou, dat is geen stempel, die heb ik zelf maar getekend. Bijen die wonen tenslotte in een bijenkorf. Maar die zal ik jullie in een volgende video ook nog een keer uit gaan leggen. Maar zo moeilijk is dat niet. Nou. Dat zijn de bijtjes. Goed, als volgt hebben we dus dit. Ik zal mijn originele er even bij pakken. Daar komen we zo uit. Goed, we gaan onze plaatjes gaan we even matten. Normaal lijm ik altijd met dat Art Glitter lijm. Maar goed, omdat je soms hierboven niet kunt zitten van de hitte, heb ik wat beneden liggen. En nou laat nou net mijn lijm beneden liggen. Dus we doen het nu met Tacky Glue. Kijk, en dan dacht ik net al dat dat niet helemaal klopte. Dus er moet een heel klein stukje moet daarvan af. Maar dat kunnen we wel even met de schaar doen. Want anders hebben we onder geen mat randje. En nu, als het goed is, wel. Nou, nog niet helemaal. Het zal wel door de warmte komen, dat je soms je kopje er niet helemaal bij hebt. Ja, dit is beter. Dan moet ik wel even omdenken dat deze net zo wordt. Dan moet dat ook af. Oké. En de grote dan ook. Ja. Oh, aan de onderkant maar. Even goed meten. Meten is weten. Hoppakee. Zo, en nu gaan we ze lijmen. Ik leg het meestal in de breedte neer. Kijk, dit lijm is wat dikker. Dus dat moet eventjes zakken in die, naar dat tuutje. Alleen je hebt hier wel, dat is wel weer een voordeel, wat meer tijd om nog eventjes met je papiertje te wiebelen. Zodat je hem toch goed kan vastplakken. Dat is één. Oké. Dan doen we nummer 2, de rechterkant. Nou.
Die zetten we daarop. Nou, dat is net een puntje, daar kijk ik een beetje raar tegenaan. En ik kan ontzettend slecht tegen scheve dingen. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar hij is nog niet helemaal recht, maar vooruit. Die daar. En dan plakken we deze nog op. Nou, eerst maar eens even kijken of die ook goed komt. Ja, die komt helemaal goed. Zo. Even vasthouden, want hij wiebelt inderdaad nu nog erg veel. Voordat hij straks helemaal uit het lood schiet. Kijk, en dan is dit alvast het resultaat. Oké. Vervolgens pakken we onze grote kaart. 20 bij 20. En de laatste tijd maak ik kaarten niet zo met een normale opening. Maar een tentfold, zoals ze dat zo mooi noemen. Het blijft dan ook mooi staan, vind ik zelf. Dus ik doe dit zo. En nou wil ik ook bij deze de panelen laten verspringen. Dat heb ik hier ook bij gedaan. Ik kan ze ook gewoon alle drie naast elkaar zetten, maar dat vind ik een beetje simpel. Dus dat gaan we niet doen. Ik laat ze verspringen. Ik begin eerst aan de buitenkant. Linksbuiten en ik leg ze een beetje neer, zodat ze wat gelijk op afstand zijn van elkaar. Dus eerst lijm ik dan de linkerkant. Die wil ik een beetje onderin. Ja. Daarna pak ik de rechterkant. Hoe maar. Niet op de kop gaan lijmen. Dan kun je daar een lineaaltje onder leggen, maar ja, ik doe het allemaal weer op mijn gevoel. Een beetje met mijn timmermans oog, georven van mijn opa. Mijn opa was timmerman. Dus het zal wel een beetje in de genen zitten. Of niet, dat ik er nu totaal naast schiet. Maar voor de zekerheid pak ik dan nog even mijn liniaal. Nou, mijn timmeroog is niks mis mee. Volle vertrouwen in. Oké, en nu pas het middelste gedeelte. Zo heb je eigenlijk een heel kleurrijke kaart. Zeg ik, probeer het ook misschien eens in andere kleuren. Dat had ik nu ook kunnen doen, maar ik wou jullie dit zo laten zien. Zo. Nou, dan zijn we al heel ver. Oké. Even mijn doppie erop. Die hebben we straks nog meer nodig. Wat we nu gaan doen is onze tekststempel afdrukken. En dan kunnen we die erop plaatsen. En dan kan de kaart afgewerkt worden. Dus we leggen even deze aan de kant. Komen we zo op terug.
En ja, dat krijg je als je heel veel strookjes papier bewaart. Even kijken of deze voldoende is. Of dat ik een langer, laten we maar een langer strookje nemen. Waar zijn mijn tekststempeltjes Hero? En als ik die nou direct eventjes in één keer op mijn lange acrylblok plak, dan kunnen we dat in één keer afstempelen. Dan doe ik dat eventjes op mijn grid. Dat ik ze wel op één rij heb. En niet allemaal op de kop natuurlijk. 1. Bumble on. 2. Ja. En de laatste. Moet ik straks wel eerst eens kijken of ze ook goed zijn. Of ik er niet één verkeerde ondertussen heb gezet. Die moet iets hoger. Just be. Deze zit ook nog iets scheef. Oké, nou, we gebruiken hetzelfde inkt weer als voor de bloemen. De Versa Fine Clair Fallen Leaves. De bruine kleur. En we gaan weer beinkten. Dus niet op je stempels gaan zitten rammen met die inkpad. Lichte tikjes en dan komen we er wel. Oké. Even vasthouden. Bingo. Ja. De stempeltjes weer schoon. Zo. Dekseltje erop. Nou, die ruimen we straks al op. Dan moet ik even mijn snijmachine weer, want om dit te gaan knippen, dat wordt niet mooi. Ik ben nu even buiten beeld, jongens, maar dat is even niet anders. Even een momentje alsjeblieft. Ja. Nou, ik heb ze nog even aan elkaar. Ik kan ze wel losknippen straks van elkaar. Dat is geen probleem. Kopieerpapiertje. Want Versa Fine Clair, dat droogt toch altijd iets minder vlot als de andere inkten. Dat heeft even wat meer tijd nodig. Dus ja, als je daar dan direct overheen gaat, dat is, gaat het smeren. Dat vind ik een beetje zonde. Nu heb ik nog aan mijn borstel best wel wat geel, denk ik. Dus dat smeren we er gewoon even over. Jeps. En we hebben ook nog wel een beetje oranje eraan. Dat is mijn oranje. Dat is deze. Ik heb geen flauw idee. Nou, daar zit niet veel meer aan. Dan pakken we deze. Dit is de rood, rood-oranje. Ja. Nou, vervolgens knippen we ze los. Zie je er weer onderweg. Glinstert dat zo voor jullie. Daar kan nog een stukje af. Die kan los. Stukje ervan af. Die kan los.
En daar nog weer een stukje af. Just be. Oké. De vintage foto. Dan haal ik even wat de witte randjes weg. Ik weet niet of jullie dat zo goed kunnen zien, maar... Zo. Nou, zo moet het kunnen. En nou heb ik ergens nog een stukje bruin papier. Ergens. Hoop ik toch niet dat ik dat alweer heb opgeruimd. Ergens. Nee, dat hebben we dus nog. Dat dacht ik al. Kijk, en daar is het belangrijk dat je dan de kleine strookjes bewaart. Vandaar kun je dit soort dingen mooi mee gaan doen. Maar soms denk ik wel eens van, ach, wat een onzin om al dat kleine pietspul te bewaren. Maar, nou, het heeft toch een voordeel. Die plakken we er even op. Met een klein mat randje. Oké. Bumble on. Die zetten we even naar deze kant. En deze kan erboven. En nou snap ik ook waarom dat hij iets minder geel lijkt, die kaartjes, als op mijn originele kaart. En dat komt omdat ik natuurlijk, oh, dat is de verkeerde. Wat heb ik nou mee? Oh, hier. Bijt mee mijn neus. De Sundance. Daar heb ik het niet mee gekleurd. Maar dat kan altijd nog even aangepast worden. Een beetje meer de gele kleur erop. Meer dan voldoende. Hoppakee. Hoppakee. Weg ermee. Even schuin neerleggen. Hoppakee. Nou, toch nog maar even weer de snijden. De snijmachientje. Ik heb sinds gisteren heb ik hier een, ja, hoe noem je dat, een grondplaat onder mijn bureaustoel. Maar goed, dat ding is natuurlijk glad. Dus alles dat kukelt me iedere keer, glijdt me weer weg. Maar goed, dat mag de print niet drukken. Dan moet ik hem even loslaten. Ook dit zullen jullie niet helemaal goed zien. Maar ik ben zo weer terug. Echt waar. Nou nog één. Oké. Daar moet nog een stukje. Oh, dat kan ik wel even met een schaar doen. Want dat krijgt er nooit af met de machine zo. Het ene stukje was een beetje te breed onder. Ja, dat is beter. Nou, snijapparaat maar weer aan de kant. Nou, blijf staan joh. Nee dus. Pakken we onze kaart erbij. En dan gaan we in het midden de bumble om. Ik zet hem een beetje hoger. Zet ik hem een beetje hoger? Dat weet ik eigenlijk niet. Die kan daar. Die kan daar. Maar ik zit of daar. Of daar. En anders komen ze net op de bijtjes. Dat vind ik ook jammer. Dus ik denk dat ik deze zo neerzet. Laten we die maar eerst eens gaan doen. Als ik hem iets
Ja, dan komt er een bijtje niet op. Daar komt er één bij niet op. Ik plak hem toch aan die kant. Keuzestress. Nou jongen, dan zit jij maar onder de tekst. Dan zien we één bij niet. Het is niet anders. Zo. Die doen we daar. En de laatste. Nou, kom op. Be yourself. Oké. Kijk, nu gaat hij iets natuurlijk een beetje meebollen, maar dat komt natuurlijk door al die lagen. Straks als hij droog is, dan zit alles goed vast. Nou, dat is klaar. Nu hebben we nodig de marker van, hoe noemen ze dat? Wink of Stella. Ik was het even kwijt. Even schudden. Dan moet ik even, ik ben even met mijn arm in beeld, sorry. Even een stukje keukenrol. Ik denk niet dat er nog veel in zit, maar... Nou, dat is een, ja, wat is het eigenlijk? Een soort inkt en er zit een soort mica in. Mica in. Volgens mij is die al aardig leeg. Kijken of we er nog wat uit kunnen poetsen. Daar wel. Een beetje op de vleugeltjes. Ik zal hem even wat hoger leggen. Nou, jij doet nog net mee. En de grote. Ik zie dat ze er nu ook bij Lavinia zijn in meerdere kleuren. Maar ik vind, op zich vind ik deze wel, wel heel mooi. Dit is, even mijn bril erbij af. Clear. Nou ja, clear. Transparant. Nou, wat je ook nog kunt gaan doen. Alleen het inkt is nu nat, dus ik zet er stipjes op. Maar ik ben bang dat ze straks de kleur overnemen van het inkt wat eronder zit. Maar goed, dan ga ik er nog een keer over. Ik ben helemaal into the dots. Ik mag heel graag mijn werkstukjes afmaken met stipjes en dotjes. Nou, jezelf. Maar... Dat geeft er nog net even een beetje meer show aan. Maar nogmaals, ik denk dat ze zo nog, want de kaart, het is nog niet droog, maar dat die zo de kleur overnemen van het onderliggende inkt. Dat zie je nou eigenlijk al een beetje gebeuren. Maar als het echt goed droog is, dan is dit een basis en dan zet ik er nog wat crystal, niveau crystal drops op, Simply White. Maar dan moet het eerst echt goed droog zijn, want anders heeft het geen zin. Oké. En dan is dit de kaart. Ik zal de originele er nog even bij houden. Dus links was het originele, rechts hebben we net gemaakt. Die kan dat. Die kunnen even hier naartoe. Even parkeren. Hoppakee. Nou, ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. En dat jullie ook aan de slag gaan. En ik zal, zeg ik, van de materialen de links eventjes onder dit berichtje zetten op YouTube. En dan wens ik jullie een hele fijne zomerse dag nog vandaag. Mocht je vragen hebben, hoor ik ze graag. En anders heel graag.
daar gaat hij weer. Heel graag tot de volgende keer. Doei!